Bij vraag 74 wordt gevraagd hoeveel centimeter de groene kaars per uur korter wordt. Je weet van deze kaars dat die 30 centimeter lang is als je hem aansteekt. En je weet ook dat die 5 uur brandt. Als die in 5 uur dus 30 centimeter verbrandt, wat brandt die dan in 1 uur? Dan zul je die 30 moeten delen door die 5 uur. En dan kom je uit op 6 centimeter per uur. En dat is het antwoord van vraag 74. Bij vraag 75 wordt gevraagd om de grafiek te tekenen die bij de groene kaars hoort. Je ziet de grafiek hier. Op het moment dat je de kaars koopt, is die 30 centimeter lang en je weet dat die elk uur 6 centimeter korter wordt. Dus na 1 uur zal die dan 24 centimeter zijn. En bij het volgende uur is er weer 6 centimeter vanaf en kom je dus uit op 18 centimeter. En weer een uur later is de kaars natuurlijk weer 6 centimeter korter en is hij nog maar 12 centimeter. Na 4 uur is hij nog maar 6 centimeter en bij 5 uur zie je dat hij opgebrand is en dus nog maar 0 centimeter lang is. Bij vraag 76 wordt gevraagd hoe lang de rode kaars is na 3,5 uur branden. Dat kunnen we aflezen uit de grafiek. We zien dat die rode kaars bij 3 uur branden nog 15 centimeter lang is. En bij 4 uur branden is die 12 centimeter lang. Dus bij 3,5 uur branden zal zijn lengte precies tussen de 12 en de 15 inzitten. Dus dat moet dan 13,5 centimeter zijn. Bij vraag 77 wordt gevraagd hoe lang de groene kaars is na 3,5 uur branden. De groene kaars is bij 3 uur branden 12 centimeter lang en bij 4 uur branden is die 6 centimeter lang. Dus zal die bij 3,5 uur branden precies 9 centimeter lang zijn. Bij vraag 78 wordt gevraagd wanneer beide kaarsen even lang zijn, na hoeveel uur branden. Beide kaarsen zijn even lang hier, dan zijn ze namelijk allebei 18 centimeter. En als we daar naar beneden gaan, dan zien we dat dat bij 2 uur branden is. Dus dat is het antwoord van vraag 78, 2 uur.